Dan gaan wij verder met de volgende discussie. En dan gaat het wel met name over de vraag... Hoe zit dat nou precies in Europa? De besluitvorming is in Europa. Er wordt vervolgens vertaald naar alle landen. Maar hoe zit het precies met die Europese policy? En wat zijn de gevolgen daarvan voor de Nederlandse sector? Ik ga daarover praten met een tweetal gasten. Gulbahar Tezel, partner bij de adviestak van PwC, van harte welkom. En Frans Royes, directeur van CE Delft. Mag ik allereerst even aan jou vragen, wat doe jij precies bij PwC? Ik ben econoom, dus ik doe gewoon onderzoek voor klanten over economische vraagstukken. Ik heb bijvoorbeeld onderzoek gedaan voor het ministerie van Economische Zaken over de gevolgen van de nationale CO2-heffing voor de industriële spelers in Nederland. Dat was trouwens een mooi onderzoek, hè? Vond ik ook. Was je tevreden uiteindelijk met de conclusies die de politiek trok uit onder andere jouw onderzoek? Ja, dat denk ik wel, omdat volgens mij ons punt was... ja, nationale heffing kent risico's en de emissies kunnen... en industriële activiteit kan weglekken. Dus als je dit in Nederland gaat doen, moet je ook ervoor zorgen... dat je ook een carrot ook beschikbaar stelt aan de industrie... in de vormen van subsidies. Het punt over infrastructuur hebben we ook echt benadrukt. Oké, je kan iets vragen aan de industrie... maar je moet ook de industrie faciliteren. Je moet ervoor zorgen dat er tijdig een infrastructuur ligt. Ja. Dus ik hoop dat de politici naar ons hebben geluisterd. Ik durf het woord intelligent bijna niet meer te gebruiken... nadat onze premier mee aan het begin van de coronacrisis... het had over een intelligente lockdown. Dat woord is besmet geraakt. Ja. Ja. Maar dit was wel een intelligente heffing die er is gekomen. Vond ik jouw woorden zo goed samen? Ja, ik ben meer voor Europees beleid. Dus ik denk dat dat hebben we gewoon ook meerdere keren gewoon uitgestraald. Ik denk dat ETS, laat ik zeggen, intelligenter is. Dus wat wij hebben gezegd, van op het moment dat je gewoon inderdaad gelooft in ETS... ja, dat moet inderdaad strenger. Maar op het moment dat je een goed functionerende ETS-beleid hebt... dan is dat eigenlijk de meest intelligente oplossing... En op het moment dat je daarnaast iets nationaals doet, dan loop je risico's. En het is de vraag of die inderdaad gewoon de nationale heffing ook bijdraagt aan de klimaatdoelstelling. Ja, nou goed, dat die bijdraagt, dat heeft het PBL berekend. Hij draagt zeker bij nog sterker. Zonder die heffing gaan we het doel helemaal niet halen. Dus dat punt staat denk ik vast. En nog even over, jij hebt het rapport van Geest uiteraard ook bekeken. Wat spreekt jou het meeste aan in Van Geest? Ik vond het heel concreet. Er waren inderdaad ook een lijst van inderdaad opdrachten aan het volgende kabinet. Dus dat vond ik echt heel sterk. Gewoon als het kabinet dat rapport leest, nieuwe kabinet... dan weten ze welke keuzes ze moeten maken. Dus dat vond ik heel goed. Inderdaad het benadrukken dat 2030 eigenlijk maar een punt is... om 2050 te gewoon bereiken, was heel sterk. Dat punt wordt ook, dat volgens mij heeft ook Pieter ook net verteld... heel goed uitgelegd. En er wordt heel veel discussie gevoerd van... ja, wat is rationeel Europees klimaatbeleid? En ik denk dat dat ook heel goed uitgelegd wordt... en welke keuzes kunnen we daarin maken? Bijvoorbeeld... De huidige Europees beleid is ook een beetje gek. Hè? Dus wij behandelen verschillende type sectoren anders. Voor de grote industrie en voor de energie hebben we ETS. Dus hebben we een handelssysteem. Daar kunnen we heel handig sturen op kwantiteit, hè? Hoeveelheid emissies. Maar voor andere sectoren, zoals gebouwde omgeving, landbouw... hebben we een ander stelsel. Dat werkt gewoon met... koolstofbudgetten per land, die worden berekend op basis van GDP per capita. En voor landgebruik hebben we weer een ander stelsel... die ook met nationale doelstellingen werkt. We gaan het even simpel houden. Ook kijkers thuis kunnen volgen. Ben jij daarmee een voorstander van? Ook die andere, bijvoorbeeld de landbouw en de woningbouw... dat die vallen onder dat ETS-systeem? Ja, dus dat was inderdaad gewoon een vervolgpunt... Voor de klimaat maakt het niet uit of de emissie afkomstig is van een koe... of van de schoorsteen van een fabriek. Een emissie is een emissie. Dus deze stelsel waarin verschillende emissies... verschillende bronnen van emissies op verschillende manieren behandeld worden... is niet erg efficiënt. Dus inderdaad, het Europese idee om de niet-ETS-sector onder ETS te brengen... it makes sense. En natuurlijk moet dat heel zorgvuldig gebeuren. En wij moeten gewoon niet ETS-sectoren faciliteren in de transitieperiode. Maar economisch gezien is het zinvol.
En, als jij kijkt dan, hè, want je zegt economisch gezien, is het zinvol. Pakt dat voor Nederland nadeliger uit dan bijvoorbeeld voor andere landen? Of is daar geen verschil tussen? Ja, het wordt natuurlijk een politieke discussie binnen Europa. Ja, ik ben altijd gewoon voorzichtig met wat doet het met Nederland. Omdat ik denk ook als we ook de Van Geest-rapport in context plaatsen. Dus de emissies van Europa zijn maar 8% van de wereldwijde emissies. China is 25%, US rond de 13%. En de rest van de wereld staat eigenlijk het hardst. Dus als je dat weet, dan weet je, we moeten niet alleen focussen op wat betekent het voor ons, wat betekent gewoon de doelen voor Europa, maar wat gaan we als Nederland en wat gaan we als Europa doen om te zorgen dat de rest ons volgt? Ja, maar daar zijn we het zelfs allemaal elkaar over eens dat het belangrijk is. Maar we zitten nu voor de verkiezingen en we zitten voor de vorm van een nieuwe coalitie. Ja. En die nieuwe coalitie, aan die tafel, voordat er een kabinet komt, moeten ze een aantal politieke vragen beantwoorden. En dat is de omzetting van het Europese beleid en het Nederlands beleid. Dus ik kom even terug. Dus of we het leuk vinden of niet, die vragen zullen wel moeten worden beantwoord. Ja, ik hoop dat ze echt ook wakker liggen van de vraag van hoe gaan we de rest van de wereld gewoon prikkelen om mee te doen. Dus dat vind ik heel belangrijk. Over de vertaling. Ik denk inderdaad dat het ook voor Nederland beter is dat we meer richting een Europese stelsel gaan. Nationale doelstellingen, die zijn enigszins concreet, maar ze kennen nadelen. Volgens mij hebben we net een voorbeeld gehoord van ja, als we inderdaad in Polen koolcentrales sluiten, waardoor de gascentrales in Nederland meer draaien, dat het eigenlijk eigenlijk als een probleem gezien kan worden. Maar dat is eigenlijk wat we met elkaar moeten willen. Dus op het moment dat je inderdaad gewoon alles onder een Europese stelsel brengt, dan heb je heel veel flexibiliteit tussen de landen. En omdat je niet meer verschil maakt tussen verschillende soorten sectoren, heb je ook optimale flexibiliteit tussen sectoren. Want waar het om gaat, we weten dat terwijl als de formatie bezig is, dan wordt er tegelijkertijd in Europa gesproken over de verdeling van die 55%, over al die sectoren. Nou, die processen lopen parallel. Dus een Nederlands kabinet zal gewoon al een standpunt moeten innemen. Want het nieuw kabinet moet die onderhandelingen ingaan. Wat zou uw advies dan zijn? Ik zou inderdaad, volgens mij, ik heb het mooi rapport en ik heb daarin gelezen dat de Europese Commissie nu een aantal hele concrete ideeën heeft. Bijvoorbeeld om het inderdaad non-ETS-sectoren onder ETS te brengen. Ik zou het Nederlandse kabinet daarvoor kiezen en daarvoor gaan. Oké, dat is helder. U zegt dus gewoon woningbouw, mobiliteit en landbouw schuiven onder ETS. Dan kom ik bij Frans Rooij. Frans, jij bent directeur bij CE Delft. Kun jij misschien in het kort uitleggen, wat doet CE eigenlijk? Wij doen onderzoek voor diverse overheden, van gemeentes tot en met de Europese Commissie. En voor bedrijven en voor NGO's over de verduurzaming van de samenleving. En dan gaat het zeg maar, over technische maatregelen, maar het gaat ook over beleid. Van hoe ga je nou die doelen, hoe ga je die nou omzetten in beleid wat merkbaar is voor burgers en bedrijven. En dat is eigenlijk wat ik zelf altijd het belangrijkste vind. En waar de discussie vaak niet over gaat. De discussie gaat aan de ene kant over de doelen en aan de andere kant over de technieken. Terwijl eigenlijk wat ertussen zit, hoe zorg je ervoor dat die technieken gebruikt gaan worden, dat burgers en bedrijven er belang bij krijgen, dat wordt toch vaak angstvallig vermeden. Omdat dat zijn harde keuzes. Omdat je dan kosten naar bepaalde partijen toe gaat schuiven. Je weet dat er bepaalde partijen in Nederland die twijfelen aan de wetenschap. Hè, die zeggen PBL, allemaal doorgestoken kaart. Hebben jullie daar ook last van als CE Delft? Dat er wordt getwijfeld aan jullie conclusies? Ik denk met name omdat wij voor alle verschillende partijen werken. Van NGO's, van Greenpeace tot en met Shell en alle overheden. En we ook tegelijkertijd al onze rapporten openbaar maken. He, dus wij vertellen hetzelfde verhaal tegen Greenpeace of tegen Shell in essentie. En dat is beargumenteerd en onderbouwd met vele wetenschappelijke rapportages die we daarvoor gebruiken. Dus dat is niet onze ervaring. Onze ervaring is dat onze positie juist wordt gewaardeerd. Dat we onafhankelijk kijken naar de mogelijkheden om de verduurzaming ook vorm te gaan geven. Hebben jullie ook meegewerkt aan het rapport van Geest? We hebben twee studies gedaan die eronder liggen, ja. Oké. Nou, wat was jouw eerste indruk toen je het totaal rapport door de brievenbus kreeg?
Nou, ik denk, het is een belangrijk rapport. Dat is natuurlijk al een paar keer gezegd. En er zijn twee, voor mij zijn er twee issues die duidelijk geadresseerd worden. Enerzijds, hoe doen we dat nou met de doelen? En daar gaat toch heel veel discussie over. Maar ben ik het met Gert-Jan Kramer eens van... we moeten oppassen dat we niet zeg maar, daar heel veel tijd aan besteden. Terwijl eigenlijk het belangrijkste, wat ook in het rapport staat... van wat ga je nou precies doen om ervoor te zorgen dat wat technisch kan en geld gaat kosten... het is onvermijdelijk, ook gaat gebeuren. Wat voor beleidsinstrumenten kun je gaan hanteren... voor de industrie, voor de gebouwomgeving, voor verkeer. Hè? En dat zijn keuzes die vind ik in, de lijst die Niels in het begin ook noemde. Het begint heel goed bij de doelen. En op een gegeven moment komen de sectoren ook aan bod. Maar die keuzes die daar worden neergezet, die vind ik nog ietsje te simpel. Verderop in het rapport staan meer beleidsinstrumenten genoemd. Wij hebben zelf ook gezegd... Doe dan even over die onduidelijkheid, dat die 23 punten van Geest. Ja. Vind je die te kort door de bocht? Nou ja, kijk, het kan eigenlijk niet anders. Omdat je moet het handzaam maken. Maar achter de vraag wat je bij elke sector aan beleid gaat doen... en bij gebouwde omgeving staan twee vragen. Ik denk van ja, het is toch iets complexer. En ik zou graag willen dat... bijvoorbeeld wordt nagedacht over van ga je nou een apart CO2-budget voor de gebouwomgeving instellen? En ga je dat dan ook zodanig maken dat zeg maar, alle energieleveranciers of alle energiegebruikers over CO2-rechten moeten beschikken? Want dan alleen een budget benoemen wat in het klimaat, in de klimaatwet staat als het ware, is onvoldoende. Want het werkt niet door naar de burgers en bedrijven. En die doorwerking, dat is eigenlijk essentieel. En nu zie je dat er alleen een discussie eigenlijk wordt opgeroepen over... moet je nou een norm hebben op de bestaande bouw? En dat is te simpel. Maar tegelijkertijd is de bouw een van de lastigste sectoren. Hè? Als je kijkt naar hun CO2-bijdrage van de gebouwde omgeving... dan is hij relatief klein in het geheel. Tegelijkertijd is beperking van de uitstoot is het duurste van alle sectoren. Extreme. En de derde plaats is het politiek ligt het maatschappelijk buitengewoon gevoelig. Dus hoe kom je nou uit die spagaat van die drie punten? Nou, ik denk dus dat je ook als politiek moet je op een hoger niveau gaan sturen. En je niet te veel met de details bezighouden. Het wordt heel duur als je een norm gaat leggen op alle bestaande gebouwen in Nederland. Er zijn erbij waar het heel makkelijk is, maar er zijn ook heel veel waar het heel duur is. De handhaving is heel duur, vergis je daar niet in. Terwijl als je zegt van... Ik ga nog maar de 20 megaton die ga ik langzaam afbouwen of snel afbouwen. Dat is een politieke keuze, of je het snel of langzaam doet. Maar bijvoorbeeld naar nul in 2040, dat zou kunnen. Dan kun je zeggen van nou, dat wordt dus een schaars goed. En iedereen die nog CO2 gebruikt, die moet daar gewoon voor betalen. Maar dat trek ik dan een beetje mee, want Van Geest zegt wel degelijk... je moet normering overwegen, dat komt toch tegemoet aan jouw standpunt? Maar dat vind ik dus... Even, het is een voorbeeld dat bij gebouwde omgeving lijkt alsof die normering op gebouwniveau moet. En naar mijn idee zou dat eerder dus op sectorniveau moeten. Zodat de totale gebouwde omgeving? De totale gebouwde omgeving, dat je zegt van alle CO2 die daar gebruikt wordt, die gaan we stap voor stap afbouwen. En degene die niet snel genoeg zijn, die moeten gaan betalen daarvoor. Maar dan kom ik even terug bij Koelbaar. Wat is dat nou, jij pleit ervoor om ook de woningbouw, om die onder dat Europese heffingssysteem te brengen. Is dat die oplossing die Frans aandraagt? Is dat hetzelfde voor jou, Frans? Nee. Er zit wel een groot verschil tussen. Jij zegt dus niet die Europese weg? Nee, en dat geldt ook voor de verkeer en vervoer. Daar speelt die discussie voor beide sectoren. En de reden is dat de kosten in de gebouwde omgeving en in de vervoerssector zijn veel hoger dan in de industrie. En dan zeg je vanuit economische overwegingen, dat moet je dus niet doen. Dat is dan vaak de overweging die economen hebben. Maar we hebben gewoon heel veel snelheid nodig. Het is niet van, nou ja, wat op de lange duur, wat is dan het beste? Nee, we moeten gewoon zorgen dat op alle vlakken maximaal wordt geacteerd. En als je één systeem hebt, waar ook gebouwomgeving en vervoer onder gaan vallen, dan betekent het dat die helemaal niks meer gaan doen. En dat de industrie wordt geconfronteerd met veel hogere kosten. En die moet dus veel meer gaan doen.
En het is nog niet goed geregeld dat de industrie in de wereldmarkt kan opereren met een hoge ETS-prijs. Dus de commissie heeft al aangegeven dat ze dat willen gaan regelen. Maar het zal nog heel wat voet in aarde hebben. En als je dan nu gaat zeggen van, ja, we gaan alles bij elkaar doen, dan valt alles, alle activiteiten in de gebouwomgeving en vervoer vallen stil. Nog even terug naar die gebouwomgeving, want jij zegt, geeft een bepaald koolstofbudget. Maar heb je ook nog een idee over wie daar de regie moet gaan voeren van het hele proces? Heb je centrale regie nodig? Of zeg je, dit is uw budget en nu zoek ik het verder als sector maar uit? Nou, ik denk dat wat je daarvoor nodig hebt is een goed systeem wat die rechten, zeg maar, verkoopt, verhandelt. Hè, net zoals het ETS. Dus je hebt een autoriteit ervoor nodig om dat te doen. Je moet goed nadenken over hoe doe je dat nou met een warm jaar en een koud jaar en dat soort dingen. Dus er komt nog wel wat bij kijken. Maar vervolgens heb je ook de afspraken van het klimaatakkoord nodig. Het is een versterking van de afspraken in het klimaatakkoord. Okay. Je zorgt ervoor dat die maatregelen die genoemd zijn in het klimaatakkoord, dat die ook beter haalbaar zijn. Omdat er een veel sterkere prikkel, de stok die ga je veel sterker maken. Maar de wortel, die heb je voorlopig ook nodig om de zaak op aan gang te krijgen. Ik wil even over naar een ander onderwerp, dat is landbouw en landgebruik. Daar wordt ook in bij Van Geest, daar worden een aantal voorstellen voor gedaan. Europa heeft ook gezegd, nou, we gaan de landbouw en het landgebruik gaan we proberen bij elkaar te vegen. Wat is jouw opinie daarover? Is dat effectief? Nou ja, kijk, we weten allemaal dat we in Nederland toch wel met een probleem zitten. En dat we een extreem grote veeteeltsector hebben op een toch een klein grondgebied. Met nog een druk om meer huizen te gaan bouwen, meer bomen te gaan planten. Dus de ruimte voor het vee gaat afnemen. En we hebben gezien dat het loskoppelen van veeteelt en landgebruik in de varkenshouderij tot grote problemen leidt. En die zijn nog niet opgelost. Maar als Timmermans vooral, als hij dat voornemen voorzet om het samen te komen, wat betekent dat concreet voor Nederland? Wat is onontkoombaar dan? Het betekent dat je dus gewoon minder koeien en varkens en kippen gaat houden op ons totale, in Nederland. Daar komt het gewoon op neer. De vermindering van de veestapel. Ja, ja. Nou is dat een heilige koe, hè? Omdat men heel dikwijls hoor je van, ja, dat moet het eind zijn van het proces en niet de inzet. Wat vind je van dat type redenering? Nou ja, kijk, je moet dat natuurlijk op een verantwoorde manier doen. Tot nu toe is eigenlijk de landbouwsector en de veeteeltsector heeft eigenlijk de boot afgehouden en heeft niet de discussie aangegaan met Schouten om dat te zoeken naar oplossingen daarvoor. Hè. Dus het is gewoon tractor ervoor en klaar. Nou, dat is een te simpele oplossing. Op een gegeven moment moet er wat gebeuren. En ik denk, het sterke van dit verhaal en het sterke van Europa is dat hij op een gegeven moment ook gewoon zegt dat je het moet gaan doen. We hadden net even over agenda. Maar we zien natuurlijk ook in andere sectoren. Nederland heeft Europa ook nodig om uiteindelijk dat voor elkaar te krijgen wat ze graag wil. Want we zijn heel goed om te formuleren wat we graag willen en allerlei plannen te maken. Maar als puntje bij paaltje komt, is het toch altijd heel moeilijk. En Europa is de stok achter de deur. Want ja, even voor alle duidelijkheid, hè? Ik heb begrepen dat volgens Timmermans dat die nieuwe doelstellingen worden vastgelegd in een Europese klimaatwet. En daarmee zijn ze ook bindend voor Nederland. Met andere woorden, het is geen vrijblijvend tuinieren. Dat klopt toch, Pieter? Ja, nee, dat klopt. Dat legt het rapport van Geest ook met juridische analyse leggen ze dat uit. Ja, nog even een vraag aan jullie alle drie. We krijgen straks de formatie. En tegelijkertijd wordt er in Europa wordt er verder gesproken over de verdeling van die 55%. Nou, we weten niet hoe lang die formatie in ons land gaat duren. Dat kan 8 maanden zijn. Als ze verstandig zijn, dan timmeren ze in 3 maanden een kabinet in elkaar. Maar dat is maar de vraag. De kans is heel erg groot dat voordat Europa een besluit heeft genomen, dat er in Nederland dan al een kabinet zit. IJs en wederdienende. Wat moet nou de inzet van dat Nederlandse kabinet, dus eigenlijk de inzet zijn van de formatie, de boodschap die de ambtenaren meekrijgen bij de onderhandelingen in Europa en die daarna ook de minister meekrijgt. Pieter. Nou, ik zou denken, je redeneert dan toch vanuit het Nederlandse belang. Dus het gaat er heel erg om
wat je het Nederlandse belang vindt. Nou, daar zijn natuurlijk politieke verschillen in. Dus ik weet niet of mijn mening daar nou zo vreselijk relevant is. Ik kom bij Frans zo dadelijk, want die kan wat enthousiast reageren misschien. Nou ja, kijk, ik zou denken, even ook voortbouwend op de twee punten. Het eerste is of je inderdaad vindt dat de industrie en landbouw, dat je Europa wil gebruiken om die te helpen verduurzamen. Nou, als je dat wil, dan ben je heel erg voor een aanscherping van ETS en een aanscherping van het Europese beleid, omdat je denkt, dat helpt ons uiteindelijk. Ja. Dat is één. En het tweede is inderdaad, dus wat eigenlijk de discussie tussen Frans en jou, dat als je weet dat de verduurzaming in de gebouwde omgeving en bij de auto's duurder is dan bij de industrie, durf je het dan aan om te streven naar één instrument? Of zeg je, nee, op dit moment is het toch beter om dat even gescheiden te houden? Dan kan je zoeken naar bijna handelssystemen in de gebouwde omgeving. Wat Frans, dat doe je dan nationaal. En de vraag hoe dat dan uiteindelijk Europees komt, dat is toch iets voor een latere fase, wanneer die kostenverschillen wat dichter bij elkaar gekomen zijn. Of misschien wel helemaal nooit, omdat ze nooit bij elkaar komen. Oké, dat is heel belangrijk. Hè? Dus de vraag is dus, gaan we die 55% voor die drie sectoren, landbouw, mobiliteit, gebouwde omgeving, gaan we die laten vaststellen door Europa, onder het ETS? Helpt dat de zaak vooruit? Of gaan we daar nationaal beleid op voeren? Maar nu even, straks komt een nieuwe minister. Die komt op zijn kantoor aan. En daar liggen stapels met dossiers. En daar liggen ook het nieuwe regeerakkoord. En hij wordt opgeroepen door Frans Timmermans. Reis af nu naar Brussel, want ik moet het met jou hebben over hoe we die 55% in Nederland gaan vertalen. Wat is dan de boodschap van die minister? Wat is het standpunt van een nieuw kabinet over die verdeling? Als het aan jou ligt. We hoeven het daar niet met elkaar over eens te worden, maar we mogen wel het denkproces in Nederland te helpen bevorderen. Ja, nou, ik denk een aantal vragen die zijn daarbij relevant. Dus, wat... Ja, maar die vragen die... Maar wat die ook dan zeg maar bij Timmermans moet neerleggen is... De ETS-sectoren, daar moet Timmermans mee zeg maar de aanscherping gaan zoeken. Dus de industrie, naar mijn idee moet dat, en dat is ook wat net werd gezegd, van die moet Europees worden aangepakt. Want je moet vermijden dat een gascentrale met een kolencentrale in Polen gaat concurreren. Dat moet één systeem zijn. En daar moeten we ons dus ook niet druk om maken als Nederland. Als we op dat vlak, als we dus voor de industrie... En, dat is de discussie die jij noemt. Ik haal hem bewust aan. Dat voor de industrie en elektriciteit, dat wij meer emitteren dan zeg maar de gemiddelde. Want als het maar in Europa aan de eisen voldoet. Maar voor de gebouwde omgeving en de kleine bedrijven en de vervoerssector, daar moet hij vragen als minister aan Timmermans om ervoor te zorgen dat die doelstelling heel hard is en ook een tijdpad kent. En dan moet de minister moet vervolgens wel zelf aan de slag met zo'n CO2-budget voor de nationale sectoren. Een Europese doelstelling over de nationale lidstaten bindend opgelegd. Ja, want Nederland heeft dat gewoon nodig. Nederland, of het moet via de rechter gaan, zoals net al aan de orde kwam. Maar Nederland is altijd vrij zwak. En de geschiedenis heeft geleerd dat Europa dat soort doelen hard oplegt en dat ook gaat sanctioneren. En we zien dat ook in de automobiliteitssector. Die partijen die waren niet vooruit te branden. Er komt een Europese norm voor de CO2-normering. Ja, en nu moeten ze gaan betalen. En dat worden gewoon, dat is echt miljoenen, honderden miljoenen euro's die betaald moeten worden. Nou, dat werkt. En daar moeten we dus naartoe. Grobart, dat pleit eigenlijk voor jouw systeem, namelijk ook voor die Europese automobiliteit. Om helder te zijn, dat we kiezen voor inderdaad voor één Europees instrument betekent niet dat we niet streng zijn voor Nederland. Omdat inderdaad dan de strengheid volgt uit de ETS-prijs.
Okay, dus dat zijn niet, het betekent niet dat we, als we voor een Europees stelsel kiezen, dat we inderdaad laks zijn als Nederlanders. Dus weer, maar die prijs moet dan wel scherp genoeg zijn. Dan moet wel scherp genoeg zijn. Dus inderdaad, ik zou pleiten voor, zorg ervoor. Inderdaad, laat het los als Nederland. Geloof in het stelsel. Natuurlijk moet dat ook heel zorgvuldig. En je moet inderdaad transitieperiodes inbouwen, zodat de sector niet van de ene dag naar de andere overgaat naar andere gewoon regimes. Natuurlijk. Maar geloof in het. Laat het los en zorg dat je een consistent en streng ETS-stelsel hebt. En ook wat ik zou aan Timmermans zou ook willen gewoon meegeven, is denk maar hoe je de verliezers van klimaatbeleid gaat compenseren. Ja. Want dat vind ik een hele, hele belangrijke. Maar dat is even, een ander debat, ja, wat we ook kunnen voeren. Maar even over, dus jij zou zeggen, stuur op het ETS-beleid. Ja. Wat zijn in jouw ogen de aanscherpingen die nodig zijn aan een ETS-beleid? Frans heeft al iets gezegd over die gas- en elektriciteitssector. Daar is iedereen het over eens. Daar moeten we vanaf. Maar wat zijn dan de aanscherpingen voor jou? Dat is een hele ingewikkelde. Omdat, ja, kijk, we weten, we kunnen gewoon met ETS gewoon spelen. Nou, ja. Hoe ga je ermee spelen? Want de probleem is juist dat heel veel tegenstanders zeggen, ja, het ETS-beleid, dat is een slap beleid. Want er zijn te veel rechten, et cetera. Hoe zou je dat aanpakken als jij een advies moet geven? Ja, die dilemma's die we daarin hebben zijn niet anders dan bij nationaal debat. Het moet strenger. Wij kunnen inderdaad gewoon de ETS-prijs laten vaststellen op basis van de einddoel. Hoeveel emissies willen we? Maar daarbij moeten we wel rekening houden met de concurrentiële positie van maar goed, daarvoor hebben we die buitenlandtax. Dus, die tax, die Europese inderdaad, belasting. Bijvoorbeeld, inderdaad. Dus daar moeten we inderdaad beleid voeren. Kun je dat even duidelijk uitleggen voor de kijkers thuis? Ja. In de plannen van Timmermans zit ook een plan. Je kunt in Europa beleid voeren. Ja. Maar als alles wat naar Europa toekomt, als dat niet wordt belast voor die CO2-uitstoot, en dan ben je verkeerd bezig. Dus heeft Timmermans, de Europese Commissie, ook voorgesteld om aan de Europese grens om daar ook een CO2-belasting te heffen, zodat er een gelijk concurrentieveld ontstaat tussen dat wat vanuit het buitenland binnenkomt aan producten, et cetera, en dat wat we zelf in Europa maken. Dat is ongeveer goed. Ja, dat is inderdaad perfect. Dus dat is een fantastisch instrument om te zorgen dat we inderdaad in Europa strenger kunnen worden. Zonder inderdaad dat we de concurrentiële positie van onze industrie en ook andere ETS-sectoren in gevaar brengen. Mag ik even aan jou een slotvraag stellen? Ben je nou een beetje optimistisch over het klimaatbeleid in Europa? Ik denk dat we optimistisch moeten zijn. Ik denk dat we echt idealisten nodig hebben die ook in de maakbaarheid van de wereld geloven. Omdat, ja, niet voor niks heb ik in het begin gezegd, wij zijn maar 8% van de wereldemissies, hè, als Europa. Dus als we echt niet durven om groot te dromen en groter te denken dan Nederland en groter te denken dan Europa, dan gaan we het niet redden. Maar heb je er vertrouwen in? Oh, ik heb 2 kinderen. ik wil er vertrouwen in het hebben. Maar ik hoop dat we inderdaad gewoon leiders in Nederland en Europa gaan. Hoe oud zijn jouw kinderen? Mijn dochter is 16 en mijn zoon is 21. Als jij nou vanavond thuis komt en ze vragen, mama, wat heb je vandaag gedaan bij dat debat? Wat is dan het verhaal wat je zegt? Ik ga zeggen, ik heb bepleit voor de droom om groot te denken. Niet alleen in Nederland, niet alleen Europa, maar hoe gaan we wereldwijde klimaatprobleem met elkaar oplossen? En dan zeggen ze, goed gedaan, mams. Thanks. Mag ik jullie danken voor deze bijdrage?